Van alle vaccinatiedossiers is die van HPV wel de meest controversiële. De overheid, de wetenschap en de farmaceuten die zijn er glashelder over dat het HPV-vaccin veilig is en beschermt tegen baarmoederhalskanker. Toch blijft de vaccinatiegraad dalen. En dat dan voornamelijk omdat er op internet informatie te vinden is waaruit blijkt dat er veel zware bijwerkingen gemeld worden. A mystery illness has hit a remote town in Colombia. More than 200 girls have been hospitalized after receiving shots of a vaccine to prevent cervical cancer. Hasta la fecha, no hay nada en COVID. De no ser así, every girl in this room claims to have been harmed by Gardasil. Raise your hand for me if you had paralysis or limb weakness after the shot. Cijfers, artsen en rapporten spreken elkaar tegen in een ogenschijnlijk ondoordringbaar woud waarbij de voor- en tegenstanders ver uit elkaar liggen. De facto is de informatie die in het publieke domein los van het internet beschikbaar is toch niet zo dubbelzinnig als het in eerste instantie lijkt. Dit dossier is daarom bij uitstek geschikt om een begin te maken het huidige systeem van winst door ziekte om te buigen naar een systeem van winst door gezondheid. Nou, hoe dat kan, krijg je te zien in deze mini-docu. Er zijn meer dan 100 soorten van het humaan papillomavirus, of HPV. Volgens het Erasmus Medisch Centrum zelfs meer dan 300. HPV is de afkorting van verschillende typen humaan papillomavirus. Typen 16 en 18 kunnen op latere leeftijd baarmoederhalskanker veroorzaken. Normaliter ruimt ons lichaam deze virussen zelf op. De meeste HPV-varianten veroorzaken de gewone huidwratten op de handen en voeten. Van 15 HPV-typen wordt gezegd dat ze in extreme gevallen van verminderde weerstand of voor lange tijd verwaarloosde infecties soms baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Tegen twee HPV-typen is een vaccin opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Alle meisjes van 13 jaar en ouder worden opgeroepen om het vaccin te halen. Maar als je vragen hebt over de effectiviteit en de veiligheid van vaccinaties, dan ben je vooral immuun voor voorlichting, zo lezen we in het NRC. En ondertussen luisteren mensen soms naar de raarste schreeuwlelijkers op internet die er werkelijk onzin aan het verkopen zijn. Er doen inderdaad vele idiote indianenverhalen de ronde op Facebook en de rest van het internet. We richten ons daarom alleen op artsen, professoren, hoofdredacteuren van gerenommeerde bladen, rechtbanken, overheden, medewerkers van farmaceuten, adviesorganen van gezondheidsorganisaties en verder alleen wat er in de krant staat en op tv komt. Maar eerlijk is eerlijk, aan de andere kant is er ook een kanttekening te zetten bij de informatie van de overheid en de farmaceuten die steeds naar elkaar verwijzen. Zo is veel van de informatie op internet eigenlijk van de farmaceutische industrie afkomstig. Dit is zo'n voorbeeld van de site beschermjedochter.nl. Zangeres Angela Groothuizen roept moeders op hun dochter te beschermen. Als je dochter opgroeit tot jonge vrouw, wil je haar ook beschermen tegen andere ziekten, zoals baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is niet erfelijk, maar wordt veroorzaakt door een virus. Dus laat je informeren door een huisarts of kijk op beschermjedochter.nl. Deze site is gefinancierd door de fabrikant Sanofi Pasteur MSD. Net als de site Bescherm je lijf. En ikwensjeenlangleven.nl wordt onder meer bekostigd door GlaxoSmithKline. En dan is er de site van Preventicon van de overheid. Maar ook die verwijst naar sites van de farmaceutische industrie. Dus nu dezelfde bedrijven die betrokken waren bij het medische schandaal rond de Mexicaanse griepprik ook betrokken zijn bij de HPV-vaccins, is het wijs om toch wat nader in te zoomen op de voorlichting van diezelfde overheid en farmaceuten. Minister Klink liet zich over het inenten van meisjes tegen baarmoederhalskanker adviseren door een commissie van de Gezondheidsraad. Vijf van de 8 leden van de commissie hebben banden met GlaxoSmithKline. Gynaecoloog Kenter maakte ook deel uit van de commissie. Wij hebben uitgebreid extra advies en informatie gevraagd bij de industrieën die dit vaccin maken. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het veilig genoeg is om het in Nederland te implementeren. In te voeren. Is de industrie betrouwbaar als je dat soort vragen stelt? De industrie heeft de verantwoordelijkheid om die informatie op de juiste wijze aan te leveren.
Hoe kun je er zeker van zijn dat de industrie daar een eerlijk antwoord op geeft? Nee, dat kan je ook niet en dan moet je dan maar hopen. En dat hopen heeft niet zoveel voor de volksgezondheid opgeleverd, helaas. Door het positieve advies van zijn adviescommissie werden de experimentele vaccins, die door wetenschappelijke fraude als dé oplossing voor de Mexicaanse griep naar voren werden geschoven, via angstcampagnes die gemaakt werden door reclamebureaus, aan de banggemaakte Nederlandse bevolking verkocht. Er kwam een gigantische belangenverstrengeling aan het licht tussen de overheid en de farmaceutische industrie, die door geheime contracten miljardenwinsten opstreek. Laten we dus eerst eens kijken naar het bewijs dat HPV baarmoederhalskanker veroorzaakt. Dit zei dokter Dick Bijl erover op televisie in Tros Radar. Hij is arts en hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin. Er zijn beperkte gegevens over de werkzaamheid, maar op harde eindpunten, het voorkomen van baarmoederhalskanker, staat nog niets vast. Zolang je niet helemaal hebt vastgesteld of het kanker voorkomt en zolang je niet hebt vastgesteld of wat de groep die nu gevaccineerd moet worden, wat daar de werking en de bijwerkingen zijn, is het en dan heb je het eigenlijk nog over een experiment, ja. Een experiment is het. Dat erkennen alle deskundigen. De groep 12-jarigen die straks massaal wordt gevaccineerd, is nooit grootschalig wetenschappelijk onderzocht. Hoofd moleculaire biologie in Berkeley, Californië, professor Peter Duisberg, is co-auteur van een wetenschappelijk artikel dat vragen stelt bij de noodzakelijkheid van het HPV-vaccin. Hij stelt dat het humaan papillomavirus, of HPV, zich niet vermeerdert in baarmoederhalskankercellen. Zegt hij daarmee dat het HPV-virus daar helemaal niet aanwezig is? I'm saying it's like these are fossils of HPV which are still in some cells. They are from an infection decades prior to the cancer. When people get first infected in their 20s. And they sometimes cause a wart. And these viruses, once the immune system knocks them out, leave behind fossils of their own DNA in the cells where they replicate. Is er dan wel een oorzakelijk verband tussen het HPV-virus en baarmoederhalskanker? Absolutely not. No. If the microbe is there in every case, then it's what's called a passenger virus. Something that happens to be there and has plays no role. If it were to cause a fatal cancer, it would have to do a little bit something for it. But it does do, as we say, nothing. Nothing. It's dead. It's a fossil. It's truly a fossil. It's a fragment of virus. Cannot make RNA. Cannot make proteins. They cannot be found in the tumor or in the tumor cells. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dat is leuk en aardig dat deze drie mensen hun bedenkingen hebben. Maar op basis van deze uitspraken ga ik echt niet het risico lopen dat mijn kind baarmoederhalskanker krijgt. Nou, dat is nou precies wat de moeder van Geertje ook dacht. 7 jaar geleden krijgt Keertje een oproep om haar HPV-vaccinatie te halen. Dan denk ik, ja, die moet ik hebben, want ja, hij zou wel goed zijn tegen baarmoederhalskanker, dus dan haal je die prik. Je krijgt een oproep van rijksinstanties en dan denk je, dat zit wel goed. Je wil niet dat je dochter later baarmoederhalskanker krijgt, dus de beslissing was eigenlijk niet zo moeilijk. Ik werd eigenlijk gelijk daarna werd ik al heel vermoeid en last van mijn spieren. En school ging minder en toen begon het allemaal. Voor de vaccinatie, dan 's ochtends riep je haar en dan boom, was ze gelijk uit bed en vol levenslust. En nu is het een zombie eigenlijk. En dat ligt wat op een bank en er zit geen levenslust in. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is één meisje uit Friesland die net heel toevallig pech heeft gehad. En dat is echt heel vervelend voor haar. Maar het risico op zware bijwerkingen is veel kleiner dan het risico op baarmoederhalskanker. Toch? Laten we eens kijken naar wat de overheid daar nog meer over zegt. Op de website Volksgezondheid en Zorginformatie staat dat in Nederland slechts 1 op de 41.650 vrouwen aan baarmoederhalskanker sterven. Dat is al een zeer kleine kans, maar daarbovenop is het zo dat 75% van de gevallen van baarmoederhalskanker voorkomt bij vrouwen boven de 55. En alle tienermeiden vanaf 13 jaar worden opgeroepen om zich te laten vaccineren met het HPV-vaccin. Terwijl het vaccin maar 8 tot 12 jaar werkzaam is. Dus het gros is op de risicoleeftijd al helemaal niet meer beschermd. Als je kijkt naar om hoeveel gevallen gaat het van baarmoederhalskanker, 600 nieuwe gevallen per jaar.
Er zouden er 200 per jaar overlijden, maar met een goed programma van uitstrijkjes kunnen dat er ook al veel minder dan 200 zijn. Ja, dan hou je misschien nauwelijks 100 overlijdensgevallen minder. Weet je dan misschien te bewerkstelligen met die vaccinatie. En daar moet je dan alle meisjes voor vaccineren. Ook de meisjes die helemaal niet van plan zijn risico te lopen. Ik vind dat geen goede afweging. Nou, en dan denk je misschien van oké, het risico op baarmoederhalskanker zou wellicht mee kunnen vallen, maar baat het niet, dan schaadt het ook niet. De overheid en de industrie zijn eensgezind. Het vaccin is veilig. Het is niet gevaarlijk om het vaccin te krijgen. Dus het is een veilig middel. Ernstige bijwerkingen zijn bij inenten extreem zeldzaam. Is er buiten internet wel iets te vinden over die ernstige bijwerkingen die zogenaamd veel voorkomen? Nou, met betrekking tot het HPV-vaccin zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 85.000 gevallen van bijwerkingen gedocumenteerd in VigiBase, de databank vaccinatieschade van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, waaronder zelfs honderden sterfgevallen en een duizenden diagnoses van hersenontsteking, hersenschade en stuiptrekkingen. En ongeveer tussen de 1% en 10% van alle optredende bijwerkingen wordt ook daadwerkelijk gemeld. En dat zou kunnen betekenen dat er inmiddels bijna 1 miljoen tot bijna 10 miljoen gevallen zijn van bijwerkingen van het HPV-vaccin. On the side effect side, it is clear that we have seen a huge number of serious, really terrible side effects, like young girls being paralyzed and actually condemned to death and even dying, and we have seen death cases subsequent to HPV vaccine. In het steeds groter wordende vaccinatieschema is het aandeel HPV maar 3%. En de zware bijwerkingen van dit vaccin zijn soms 33 keer hoger dan bij alle andere vaccinaties gecombineerd. Waar ik me nu echt boos om kan maken is dat als je de brochure krijgt en je zoekt naar bijwerkingen, dan staat er gewoon eigenlijk bijna niks. Ja, je kan wat spierpijn krijgen en wat een rood plekje. En dat moet binnen 24 uur over zijn. Ja, en ik zit er al 7 jaar mee, met allerlei klachten. Lichte bijwerkingen komen veel voor, ernstige bijwerkingen bijna nooit. Zo kan je na de vaccinatie tijdelijk een pijnlijke arm hebben of een rode vlek waar je geprikt bent. This Freedom of Information letter shows that there have been 8,599 spontaneous reports. 2,851 of them were serious. Wow, it's one third. One third, yeah. And that's been consistent, that approximately 30% of the reports have been serious. It could scare people, but I think that when you're told there are no side effects or very minor side effects to a vaccination, and then you subsequently find that thousands of people have reported very serious side effects and nobody's investigating or taking them seriously, it does make you very angry. How did the doctors react to your complaints? I think at first they thought it was absolutely ludicrous that we would even question the vaccination. I think they thought it was ridiculous. When we went to the emergency department, they accused us of wasting time. They accused Emily to a face of attention seeking. We usually left in tears, didn't we? Either one of us or both of us in tears with those appointments. It was just horrendous. Some police came to the house to tell me that she was found dead. Rondom de eerste en de tweede prik is er heel veel media-aandacht geweest. En zijn er ook heel veel, wij noemen het zelfs bijna spookverhalen, verschenen. Er zouden doden zijn gevallen, er zouden mensen verlamd zijn of meisjes verlamd zijn geraakt. Eigenlijk weten wij nu ook door onze eigen campagne, maar ook vanuit andere landen die al langer bezig zijn met deze vaccinaties, dat de bijwerkingen die er op zich altijd kunnen zijn bij een vaccinatie, dat die mild zijn. En mild betekent lokale prikkeling van de arm, wat roodheid, een pijnlijke arm, soms wat milde griepverschijnselen, dus wat lichte verhoging. En eigenlijk is dat het enige wat wij tot nu toe hebben geregistreerd. Mensen geloven dus heilig in niet bestaande bijwerkingen. I had to learn how to walk again. I would give anything to hear anything out of her.
She can neither walk, nor eat, nor speak. Maar als er dan zoveel heftige bijwerkingen zijn, dan zal het toch ook wel geprocedeerd zijn? Nou, dat klopt. Dat is wereldwijd ook vaak gebeurd. Een speciaal gerechtshof voor vaccinatieschade van de Amerikaanse overheid heeft bijvoorbeeld toegegeven dat het HPV-vaccin de dood van de 21-jarige Christiana Tarsel heeft veroorzaakt. Merck, de voor medische fraude veroordeelde farmaceut dat Gardasil een HPV-vaccin produceert, zal overigens geen gevolgen ondervinden van de uitspraak van de rechter. De National Vaccine Injury Act geeft namelijk wettelijk immuniteit aan farmaceutische bedrijven voor vaccinatieschade. De Amerikaanse burger betaalt dus niet alleen het zogenaamd gratis vaccin, maar ook de door de rechter gesommeerde vergoedingen voor de schade die het vaccin veroorzaakt. Een praktijk die ook in Nederland is doorgevoerd met bijvoorbeeld het vaccin voor de Mexicaanse griep. En dan denk je van ja, hoe kwam het dan op de markt? Dit zou toch nooit goedgekeurd worden? Nou, er is een proces bij de Amerikaanse FDA om een medicijn versneld, dat wil zeggen binnen 4 jaar, op de markt te krijgen. Voor Gardasil, een vaccin tegen HPV, hadden ze die 4 jaar gepland. Maar na 15 maanden is fabrikant Merck naar de FDA gegaan en zei: er is niets dat zo goed werkt als Gardasil. Wil je overwegen het sneller toe te laten? En de FDA zei ja. Binnen 6 maanden was het goedgekeurd en Merck is direct gestopt met testen en gelijk begonnen met de verkoop, omdat het vaccin nu goedgekeurd was. Dat is dus zonder de benodigde lange termijn studies en weet ook niemand wat die effecten zijn. Ik zou tegen de moeders van de meisjes willen zeggen dat er geen reden is om zich zorgen te maken over schadelijke bijwerkingen. Het vaccin is heel uitgebreid getest en het is gebleken veilig te zijn. Je zou denken, de overheid, de media en de medische wetenschap zijn behoorlijk eensgezind over de veiligheid. En die hebben helemaal geen belang om daarover geen juiste informatie te geven. Integendeel. Ja, dat zou je inderdaad denken. De Deense overheid besloot daarom een onafhankelijk onderzoek aan te vragen bij de EMA in Londen, de Europese toezichthouder op het gebied van medicijnen. Radar onderzocht hoe dat onderzoek was uitgevoerd en ging naar Rome om Tom Jefferson te ontmoeten. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Oxford. The starting statement of the EMA was extraordinary. Whatever the outcome of the review, there would be no change in the risk-benefit ratio of the vaccine. How is it possible? Well, what's the point of wasting taxpayers' money in doing a review then? Volgens Jefferson is het dan ook niet gek dat de eindconclusie van de EMA is dat er geen verband bestaat tussen de klachten en de vaccinatie. No member of the committee is supposed to speak about the findings of the committee or even the workings of the committee for their lifetime. Tom Jefferson wil puur kijken of het onderzoek eerlijk en wetenschappelijk is verlopen. Het eerste dat hem opvalt is dat de EMA het onderzoek en de cijfers gebruikt dat door producenten zelf is aangeleverd. We find it extraordinary that there was no independent verification of the data. This is what regulators should do. Rerun the analyses using the raw data provided, looking at the classification of some of these adverse events. Ja, en dan kun je misschien nog denken, dat is wel een beetje een bijzonder traject inderdaad. Maar er was toch laatst een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd dat die effectiviteit wel heeft aangetoond. Nou, het klopt dat er een onderzoek gepubliceerd is door Robine Donken en ook dat die breed is opgepakt door de reguliere media. Anti-vaccinatiestrijders opgelet, want onze jonge dokter van vandaag die beweert dat het wel degelijk een goed idee is om je dochter te laten vaccineren tegen het HPV-virus, mij verder onbekend, Robine Donken. Maar als we op het onderzoek inzoomen, dan zien we dat alle conclusies gebaseerd werden op antilichamen van HPV 16 en 18, die na 7 jaar nog aanwezig waren. En dat zegt helemaal niks. De gemiddelde tijd waarin de HPV-infectie zich in zeldzame gevallen tot baarmoederhalskanker heeft ontwikkeld, is namelijk 20 jaar. En daarnaast heeft de onderzoekster geen onderzoek gedaan naar eventuele bijwerkingen en ook niet naar de noodzaak om het HPV-vaccin aan 13-jarigen aan te bieden. Dus op zijn best kunnen we zeggen dat het dan wellicht een jonge, naïeve onderzoekster is. Haar promotor was dat in ieder geval niet. Chris Meijer maakte deel uit van de commissie Bestrijding Baarmoederhalskanker van de Gezondheidsraad. En Meijer was ook betrokken bij het advies aan de overheid, waarvan later bleek dat bijna de helft van de commissieleden een stevige band had met GlaxoSmithKline, de leverancier van het HPV-vaccin. Dat zijn
onderzoeken die onder het mom van de wetenschap opgezet worden, maar eigenlijk ook reclame is. 5 van de 8 leden van de commissie hebben banden met GlaxoSmithKline. Hier zien we een formulier van professor Meijer. Het bedrijf betaalt hem om lezingen te geven en hij krijgt onderzoeksgeld. En professor Meijer, die dus banden heeft met GlaxoSmithKline, laat weten... Stel dat ik lid was gebleven, dan hadden de mensen gezegd, zie je nou wel. En om die schijn weg te nemen, heb ik er niets op tegen dat ik adviseur ben. Maar in de praktijk verandert er niets. Het NRC berichtte dat hij onder druk was opgestapt bij de Gezondheidsraad. En in de Volkskrant lezen we dat emeritus hoogleraar medisch-wetenschappelijke verslaglegging John Overbeke van het VUMC sprak van wetenschappelijk wangedrag. En naast dat de resultaten niet zeggend zijn, kunnen we van onafhankelijk dus al helemaal niet spreken. En dan kun je misschien nog denken, maar bedrijven gaan gewoon nooit willens en wetens en in grote volumes levensgevaarlijke dingen op de markt brengen. Nou ja, dat zou je inderdaad niet verzinnen, maar als we kijken naar de 2 fabrikanten van het HPV-vaccin, komt dit beeld naar voren. Bij Merck waren er meer dan 27.000 hartaanvallen en doden voor nodig, voordat er vanuit de FDA bezorgdheid was over Vioxx, het medicijn tegen artritis. Dat alleen na forse druk van de media uiteindelijk in 2004 van de markt werd gehaald. In 1999 waren deze zeer verontrustende problemen al bekend bij zowel Merck als de Amerikaanse overheid. Dr. Bernard Dalberg werkt als arts bij Merck en zegt: Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden, omdat het bewijsmateriaal zal toenemen dat laat zien dat dit vaccin absoluut geen effect heeft op baarmoederhalskanker en dat alle nadelige effecten die levens ruïneren en zelfs doden geen ander doel hebben dan winst te genereren door de fabrikanten. De farmaceut van Cervarix, het HPV-vaccin waar de Nederlandse meisjes mee worden geïnjecteerd, is GlaxoSmithKline. En dit bedrijf kreeg zelfs 3 miljard boete nadat ze diverse soorten medicijnen verkochten voor ziekten waar het niet voor ontwikkeld was en ook niet voor goedgekeurd. Sterker nog, de medische tests waren gestopt vanwege dodelijke slachtoffers en ze kregen een black box waarschuwing van de FDA. Dit is een productlancering in Las Vegas van 2001, toen de ondeugdelijkheden en vele doden ten gevolge van het gebruik al lang en breed bekend waren. We kijken naar Adverse Product Manager Jim Daly, die het te bewandelen pad van de artsen inkleurt. Who wants to be a millionaire? Let's... The more you sell, the more you make. There are people in this room who are going to make an ungodly sum of money selling Advair. That's the way it should be. God bless America. Free enterprise is a wonderful concept. In het begin had ik ook nog wel de illusie iets goeds bij te dragen aan eerlijke voorlichting. In Nederland is het verboden om reclame te maken voor receptgeneesmiddelen. Dus wat doen ze? Ze gaan vooral reclame voor de ziekte maken, want dat mag wel. Onder het mom van voorlichting bijvoorbeeld. Dat is wat u deed? Dat deed ik, ja. Reclame voor de ziekte maken? Ja. Mensen bang maken? Ja, in principe mensen bang maken. En vaak wordt het probleem nog groter gemaakt dan dat het is. De farmaceutische industrie geeft op dit moment gemiddeld, geloof ik, 3 tot 4 keer meer uit aan marketing, dus aan het proberen mensen te overtuigen om hun medicijnen en vaccins te gebruiken, dan ze uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek. All of the scientific literature is funded by pharma. So in other words, you think that the medical education is coming from an accredited bureau, but it's really developed by an advertising agency. Dus iedereen moet meedoen in de Bible Belt, maar ook de kritische ouders hier in het hipsterknotje. Dat... Want kritisch nadenken, dat is goed. Maar in wiens handen leg je het lot van je kind? Wetenschappers die miljoenen levens hebben gered? Of de moeder van Milan die na een avondje Facebook haar vertrouwen in de westerse wetenschap heeft opgezegd? Merck en GlaxoSmithKline hebben de HPV-vaccins op €130 per shot geprijsd. €390 voor de volledige vaccinatie. Dat is
heel veel duurder dan elk ander vaccin dat kinderen krijgen toegediend. De Nederlandse burger heeft daar in 7 jaar tijd 195 miljoen voor uitgegeven. Maar de echte prijs wordt heel verdrietig betaald door de kinderen. Want elk vaccin bevat aluminium. Een stof die bekend staat als zenuwgif. Met andere woorden, het tast het zenuwstelsel aan. En dat is nu precies de stof waarvan in alle vaccins het meest in de HPV-vaccins zit. En als dit dan zo bekend is, hoe gaan andere landen eigenlijk om met deze informatie? In sommige landen, zoals Japan en de Filipijnen, wordt het actief afgeraden om het HPV-vaccin te nemen. In Italië, Spanje, Mexico en Australië lopen nu processen tegen de farmaceuten. En Denemarken maakt een indrukwekkende docu over de HPV-vaccins. Een van de quotes daaruit van Dr. Jasper Melson was dat een reële schatting is dat 1 op de 500 meisjes die gevaccineerd worden met HPV-vaccin zeer ernstige levensveranderende bijwerkingen als een rolstoel of een verlamming kan verwachten of bijvoorbeeld spierpijn die nooit meer weggaat. En na alles wat er in het publieke domein te vinden is over het HPV-vaccin mag op zijn minst enige voorzichtigheid verwacht worden, toch? Is het HPV-vaccin wel goed getest? Ja, net als alle andere geneesmiddelen en vaccins is ook dit vaccin uitgebreid getest en onderzocht op veiligheid en werking. Pas daarna is het opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Nee dus, geen enkele voorzichtigheid. Maar een gecoördineerde campagne die op volle toeren draait om de vaccinatiegraad te verhogen. Ik vraag me dan af hoe je als journalist met deze informatie op een presenteerblaadje in het publieke domein nog aan jezelf kunt verkopen om te melden dat het uitgebreid getest is en veilig. Deze zee van tranen aan vaccinatieschade wordt niet of nauwelijks herkend door artsen, want ze worden er niet in opgeleid. Velen doen de onverklaarbare klachten af met na vaccinatie. Dat betekent impliciet niet door vaccinatie. Schopenhauer zegt dat elke waarheid 3 stadia doorloopt. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt, dan wordt ze hevig bestreden en tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen. Nou, ik kijk met velen, waaronder de Fiax en Advair slachtoffers van dezelfde fabrikanten als de HPV-vaccins, reikhalzend uit naar die dag. Hoewel op dit moment het leven van duizenden meisjes elke dag weer een vreselijke leidersweg is, is het officiële, medische en overheidsstandpunt nog steeds dat het gaat om een veilig en effectief vaccin. No one has shown that the HPV vaccine actually reduces the rate of cervical cancer. As long as we have no proof that cervical cancer is caused by HPV, as long as we only have an association, it is fundamentally useless to vaccinate against HPV because the chances are it is not caused, the cervical cancer is not caused by HPV, in which case the cancer will occur whether there is HPV or not. Het wetenschappelijk Nederlands tijdschrift voor geneeskunde publiceerde in 2008 al een alarmbrief aan toenmalig minister Klink dat 5 van de 7 aangevoerde redenen die pleiten voor opname van het HPV-vaccin tegen het humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma ondeugdelijk zijn en er onvoldoende grond is. Tja, na onderzoek naar wat er in het publieke domein verifieerbaar aanwezig is over HPV, ben ik vooral immuun geworden voor de wel heel doorzichtig geworden en zeer gevaarlijke pro-vaccinatievoorlichtingen van veroordeelde farmaceuten die de medische wetenschap en de overheid volledig lijken te sturen. Ten koste van onze portemonnee en nog veel belangrijker, ten koste van de gezondheid van onze kinderen. Laat ik deze simpele vraag aan alle leden van het kabinet stellen. Waarom maakt het HPV-vaccin nog steeds onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma? Sta op en dien een motie in om te stoppen met het HPV-vaccin totdat verifieerbaar onafhankelijk onderzoek bewijst dat het werkt. En nu ik jullie toch aan de lijn heb, doe ik er graag een suggestie bij. In Nederland zijn er in de periode van 2009 tot 2015 1,5 miljoen shots van het HPV-vaccin bij meisjes ingespoten. En de Nederlandse belastingbetaler heeft daar 195 miljoen euro aan uitgegeven. En het komt neer op 28 miljoen euro per jaar. Haal het HPV-vaccin uit het Rijksvaccinatieprogramma,
totdat verifieerbaar onafhankelijk onderzoek bewijst dat het werkt, dat het veilig is en de noodzaak voor het vaccin is aangetoond. En je vermindert met de helft van de besparing daarvan, dus 14 miljoen euro per jaar, de verontrustend stijgende zorgkosten. En de andere helft die verdeel je onder de 100 huisartsenpraktijken met het meest gezonde cliëntenbestand. Dan krijgt elk van die 100 huisartsenpraktijken voor dat jaar een bonus van 140.000 euro voor gezondheid. En daarmee wordt een begin gemaakt om het systeem van winst door ziekte om te buigen naar een systeem van winst door gezondheid. En dan is Nederland niet alleen een stuk gezonder en rijker, maar ook instant een voorbeeld voor de rest van de wereld. En dan even terug naar jou en mij. We zien de overheid die openlijk bedrijven beschermt tegen de burgers. Voor medische fraude veroordeelde farmaceuten zelfs volledige immuniteit geeft. En de verantwoording voor de volksgezondheid totaal verzaakt. Wat doen jij en ik daar eigenlijk mee? Alle in deze mini-docu gebruikte beelden hebben een bron buiten internet. Maar er zijn dus meer dan 85.000 meldingen van HPV-vaccinbijwerkingen bekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Is het niet logisch dat een paar daarvan hun bevindingen daarover op internet hebben gedeeld? Nou, ik heb er toch een paar bekeken die voor mij droevig authentiek voelden en die wil ik je toch niet onthouden. En je kunt dan voor jezelf bepalen of je dit gedeelte met een gerust hart naar het land der fabelen kunt verwijzen als een wild zweef internet-indianenverhaal of niet. Ja, en stop nu verhaal als je niet wilt kijken naar deze meisjes die volgens sommige schreeuwlelijkers op internet zijn die werkelijk alleen maar onzin verkopen. If I had never gotten a shot, I would be a normal teenager. How I describe the back pain is more like being stabbed in the back with a knife. And at the same time having someone put a lighter under the muscle. I have to think of my life if this never went away. Maar als er meer mensen zo denken zoals jij, met je hippe twijfels, dan gaat het uiteindelijk mis. I was such an intelligent girl. And now I've just got this fog over my mind and I can't recall words. And I just feel so stupid. I can't even have a shower. My mom has to brush my own hair. I would do anything to get my life back to normal. Every year when I hear, you know, of girls getting this vaccine in my school, I nearly throw up. I'm so sick and I get into such a state and I'll cry my eyes out. I don't want anyone else to have to live the life that I live.